Kijk naar een paar stukjes van die Carlson die ze er nou uitgedaagd hebben bij Fox. Ja, dat is hetzelfde, hetzelfde thematiek is dat. Hoe kijk je daarnaar? Dat die daar eruit gedonderd ja, maar is. Dat is natuurlijk het, het kijkcijferkanon, hè? Ja, maar er werd terecht uitgelegd dat, dat, dat kun je, weer, je kunt gewoon weer een nieuw kanon kunt ontwikkelen. Hè? Kijk, als je kanon kapot is, dan zijn er tal van kanons te koop. Ja, maar goed, dat die zal moet even je wel, duren. moet je wel een beetje opbouwen. Je zet zo iemand op primetime en... Nee, dat maak ik mij. Ik, kijk, uh, wat, wat, wat duidelijk is geworden is dat uiteindelijk de Fox-organisatie, niet waar, eh, die gerund wordt door Murdoch. Ik denk zelfs dat die, dat die zoon is zogenaamd directeur van Fox, maar ik denk dat de oude Murdoch uiteindelijk toch de beslissende stem heeft. Ja, die is belangrijker dan de medewerkers. Carlsen is ook maar een creatuur van Fox. Nou was het wel zo dat veel Republikeinen daarna keken en de dag na precies riepen wat hij zei. Zo is het maar net. Is dat in Nederland anders? Nee, dat is in Nederland niet anders. We hebben toevallig nou geen, geen niet zo'n zo soort van Fox. Ja, Fox News, je moet, het heeft met nieuws niets te maken. Fox is entertainment voor rechtse mensen. He? Die worden in hun vooroordelen bevestigd. He, dat is natuurlijk iets wat tal van media doen. In, in principe zijn alle media zijn gericht op een specifieke doelgroep. Ja, je begrijpt ook wat de VPRO een andere doelgroep heeft dan de Magritte. Of, of de Libelle of, of, of al die talkshows. Dat is zo klaar als een klontje. Nou ja, dat is hier net zo. Fox is een. Wat is nou, er nou iets is gebleken is. dat Fox in feite totaal niet geïnteresseerd is in nieuws. maar geïnteresseerd is in het behouden van zijn kijkpubliek. En als dat moet door een fantastische leugens te vertellen, of de leugens van Trump te herhalen, dan wordt dat gedaan. En waar Carlsen over gestruikeld is natuurlijk, eh, Tucker Carlsen, ja, voor overgestruikeld is, is het feit dat hij suf genoeg mails verstuurd heeft. Waarin hij zegt: van ja, ik geloof er zelf ook geen reet van. Trump is zo gek als een deur. Ik haat Trump en dat soort van dingen. Bovendien kritiek op het management. Ja, dan raak je natuurlijk de familie Murdoch ook. En zodoende is hij eruit geflikkerd. En nu krijgen we ongetwijfeld een ander. Die, die, ze hebben in de loop der jaren allerlei kijkkanonnen eruit gegooid. Denk aan die Beck. Dat is ook hartstikke populair. Allemaal van die, die Maar Heb je Karlsson wel eens aan het werk gezien? Je bedoelt re-live in het echt? nee Nee, gewoon op het scherm. Nou ja, het is een... De bestaat bestaat niet. Nee, het is een soort van populist, toch? Zo komt hij. Ja, ja precies. Ook, ook, maar dat gedreven door datzelfde sentiment, wat al die Trump-kiezers niet, waren. De haat, de achterdocht, de vervreemding ten opzichte van het establishment. Wat al die mensen altijd vergeten is, ook als je er uiteindelijk in slaagt om het establishment weg te jagen, Weg daarmee. Alleen ...naar de Bahama's geëmigreerd of waar dan ook... He. ...dat je altijd een nieuw establishment terugkrijgt. En meestal weten wij van de geschiedenis... ...veel en veel erger dan het oude establishment. Dus ja, het is maar wat je wil. Dan zie je vaak dat dit soort uh, personen... ...die gaan dan naar een online kanaal... ...en dan gaan ze daar uh, hun kunstje Nou, nemen. dat zijn meerdere zenders die denk ik... ...doorgaar Tucker Carlson in dienst willen nemen. Ja. Al was het algemene gevoel van de media... Uh, journalistiek in de Verenigde Staten dat, dat hij toch een minder groot publiek zou trekken dan die bij Fox op Primetime trekt. Hmm. Hoe verklaar je dat, dat die zender toch, want het is een van de grootste zenders van het land, zo niet ja, de grootste. Kun je ook niet anders, maar ook niet die die kabelzender. Dat er stonden berekeningen bij dat ook op een beetje fatsoenlijke avond trekt zo iemand als Tucker Carlson dus een kijkcijfer kanon, zoals dat heet. 1% van de Amerikaanse bevolking. Het zijn meer de uitstralingseffecten. En als je ooit op een Amerikaanse luchthaven bent geweest. dat je overal van die, van die schermen ziet. Hè? Maar op dat punt is CNN minstens even succesvol. als in dat, in dat uitstralingseffect. Minstens even. Maar, maar op een goede avond trekt Tucker Carlson 2,3 miljoen mensen. Op een goede avond op de Nederlandse TV. Een boer zoekt vrouw. Hoe uh, heet die kokerij? Uh, weet het ook weer? We uh, uh, bakken lekker door. Uh, oh ja, heel Holland bakt. Uh. Heel Holland bakt. Uh, dat trekt moeiteloos 2,3 miljoen kijkers. Uh. In Nederland 17 miljoen inwoners. Amerika heeft 340 miljoen inwoners. Okay. Daarmee wil je zeggen, het valt wel mee. Het wordt een beetje overdreven. Dat ja, het, het wordt krank. natuurlijk overdreven. Ja. Hmm. Net zo goed als, als. Ik weet niet waar dat stond. Dat ook een Nederlandse krant. Dat heel veel journalisten weten wel dat Twitter natuurlijk een open riool is. En uh, ja, van geen meet, voor geen kant de deugd. En uh, deels een volstrekte verzameling rare is. Uh, maar ja, ze maken er toch maar gebruik van. Het, het is toch een, ze kijken toch even wat, ja. wat, is, wat zijn de gevoelens op Twitter. Maar dat geldt voor jou ook, want ik hoor je ook vaak Twitter aanhalen. Zeker, ja. Ik ben, uh, ik ben graag op de hoogte van wat de vijand denkt. Ja, dat heb je al eens eerder gezegd, maar als je daar toch een tijdje zit... dan word je toch heel droevig eigenlijk van alles wat daar geroepen wordt. En het... Zeker. In het algemeen, als je niet een, 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 hoe moet je het zeggen, een olifantenhuid hebt... en als je niet zo intelligent bent dat je in principe een klein beetje begrijpt... hoe de samenleving werkelijk in elkaar zit... dan zou je van, van de media wel heel droevig kunnen worden. Vandaar dat ik altijd tip voor mensen die... Zeggen, oh wat is het toch erg? Het is nog nooit zo erg geweest. Het is verschrikkelijk gewoon. Dat ik altijd zei: hou op met het nieuws volgen. En stop alle uh, kijken naar de social media. Er zijn mensen die daar een boeken over hebben geschreven, die dat ook ja, gedaan dat hebben. Ja, er zijn hele leuke boeken die dat, waarin dus helder wordt uitgelegd. En ook ik meen dat er ook, ook weet je, dat onderzoeksresultaten zijn dat mensen enorm opknappen als ze stoppen met 24-7 naar het nieuws te kijken. Daarom zeg ik ook altijd, is, leven we nu in een wereld die in, in hoog tempo naar de verdommenis gaat? Helemaal niet. Maar ja, de media maken je daar graag wijs natuurlijk. Spreekt het jou aan dat je zegt van oké, okay, ik ga het nieuws dus een, uh, nou, een half jaar niet nou, volgen? Nou, mij niet. Want ik heb er niet zo'n last van. Ik, kan, ik heb voldoende informatie en relativeringsvermogen om te zeggen, joh, joh, het zal zo vaak niet lopen. Als je dat niet hebt, dan kan het voor je werken. Jazeker, ja. Mensen die overweldigd worden door het slechte nieuws. En er is nogal wat slecht nieuws. En bovendien hangt er natuurlijk dan permanent ook, ook niet waar het klimaatprobleem boven ons hoofd. En ook de klimaatactivisten mogen graag een potje paniekvoetbal eh, vertonen. Wat overigens naar mijn idee hen helemaal niet helpt. Maar goed. Ze zouden beter wat dan meer gericht beleid enzovoort. En ze dat daarvoor sterk moeten maken. Toen ze misschien ook wel. Maar ja, onze samenleving is in essentie een paniek samenleving. Wij reageren op pa paniek. Het is verschrikkelijk. Het, het land staat in brand. Het, 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 er hoeft maar dit te gebeuren. Er hoeft maar een zomerdijk bij Capelle in IJssel te breken. En we staan allemaal met z'n... Nou ja, dat vinden we heerlijk. We zijn gek. We zijn er gek op. Je zou ook kunnen beargumenteren natuurlijk dat... Dat is sowieso in het christendom, weliswaar geloven, is het met het geloven in het christendom natuurlijk, staan is het droevig gesteld, maar dat dat, die, dat eschatologische element, hè, dat idee, er is een einde, er is een eindafrekening, dit is het einde der tijden, dat is enorm sterk en veel mensen geloven daarin. Bovendien is het natuurlijk ook een beetje een fijn idee dat als het dan toch afgelopen moet zijn, dat het in jouw tijd afgelopen is. He, dat ze niet doorgaan met Tom Poes eten. En als jij er niet meer bent, zal ik maar zeggen. Zullen mensen even vragen die dus uh, dit doen. Hè? Die gestopt zijn met het volgen van het nieuws. Hoe zijn dat eigenlijk? Ja, als je gestopt bent met het volgen van het nieuws. Moet je ook niet naar deze podcast nee, luisteren. Nee, dat is wat, Dan natuurlijk. luister je hier ook niet naar inderdaad. Dan moet je ja. gewoon ontzettend leuke boeken lezen. Ja. Ga je gewoon allemaal 75 graden Christus nog eens even doorlezen. Voordat ze herschreven zijn. Ook zo wat. En ja, wat we leven, wat dat betreft, wel in hele wonderlijke tijden. Dat zowel links als rechts de uiterste echt stapelkrankzinnig zijn. Die, ook, die kunnen allemaal samen in de rij dansen met uitgestoken vlag. Heb jij het idee dat dat sterker is dan ooit? het vergelijkt met 30 nou, jaar geleden? Nee, dat heb ik niet. Het is zichtbaarder dan ooit. Door de sociale media. Ja, hè, ik denk dat er altijd een vrij fors percentage van de mensen niet goed snik is. Ja. Of, of hele rare denkbeelden koesten enzovoort. Maar de sociale media maken dat natuurlijk ook duidelijk. Mm. En vandaar ook dat we die niet al te serieus moeten nemen.